Moederdag! Bart, ik ben moeder van twee kinderen. Ja, dus? Poos, dankjewel. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag en we hebben weer een mijlpaal. Oh wacht, even pakken. Bam! Jax is vandaag 6 weken. En dat betekent dat ik zelf ook 6 weken geleden ben bevallen. En dat er dus heel veel kwaaltjes niet meer zijn. Jola, die hangt hier nog steeds om mij heen. Kom je niet vanaf, want die heeft vakantie. En dus gaan we vandaag nog heel eventjes iets leuks met haar doen. En dat is naar... De kermis. De kermis. Ik sta alleen wel op ontploffen hier, deze. Die knapt zowat. Mama, dus... mama. Als die ene springvissers daar zijn, mag ik daar dan op? Welke ene? Die ene waar je zelf dus... Oh, waar je in gaat hangen? Ja, misschien wel. Ik heb dus echt iets vet pijnlijks. Oh, dat doe ik al vaker. Oh, je hebt het niet tegen mij. Even kijken of ik het kan laten zien. Sexy. Erg, hè? Het is echt heel erg. Dat is 1 van de 3. Het doet echt zoveel zeer. Zoveel pijn. Het is echt zoveel pijn. Het is niet normaal, vooral met eten. Chocola, dat moet je al helemaal niet proberen om te gaan eten. Echt niet, dan ga je door de grond. Dus waar ik nu mee ben begonnen is spoelen met zoutwater. Ik moet iets kopen waarmee ik het kan aanstippen. En lysine slikken. Nou goed, daar gaan we weer. 6 weken geleden bevallen. En sinds... dag 1 van die 6 weken nog geen dag zonder pijn geleefd. Ik ben er zo klaar mee met al het pijn overal. Wat is dat voor moeder van natuur? Een heks is het. Van deze natuur hier. Moeder natuur. Moeder natuur. Een verschrikkelijke, verschrikkelijke heks. Moeder van natuur. Ja, lach maar. Je hebt niks. Nooit heb je ergens pijn. Nee. Nou. Wel. Even afkloppen, hè? Ja. Geef maar alle pijn aan een ander man die de pijn verdragen kan. Oh nee, want dan krijg je niks, want je kan niks verdragen, want je bent niks geweest. Het is gewoon een keuze. Een keuze? Ik heb gewoon een keuze gemaakt, geen pijn. Hé, hey, zie je jezelf? En ik denk van, hè? Die knappe man? Jax Bond. Jax Bond. Dit is Jax Bond. Hey, Jax Bond. Jax is al helemaal klaar om te gaan, hè? Ja, visje aan. Lekker gedronken. Hoppa, let's go. Zo, we zijn gearriveerd op de kermis. Op de kermis. En dit is de octopussie voor de poesies. Voor de poesies. Oh, wat een snoep. Deze ballen bedoel ik. Die zochten we in Darel, die konden we nergens vinden. Dus die heb je nog te goed van mij. Laura wil een wijnbal. Laura wil een wijnbal, ja. Dus we nemen 1 rode en een dropbal. Ja, je mag. Wow. Trek dat u niet met die medicijnen. Wordt dan misselijk als ik er net zijn. Wow. Wow. En Jola is weer bij haar favoriete attractie. Kan ik over de kop? Kan je over de kop? Dat zullen we nog wel eens zien. Kijk nu, naar voren en naar achteren. Naar voren zo en achteren zo. Nee, dit heet toch geen nieuwe beste. Wow! Bijna!
mag binnen komen. Mag binnen komen. Hey, het kaartje is veranderd. Er stond eerst niet binnenkomen. Nee, maar ik had een per ongeluk verkeerde kant. Ah, oké. Din het pop, pop. Zo, Jaxie zit vandaag voor het eerst lekker bij ons. Nou, hè? Niet voor het eerst. Ja, maar voor de eerst in de Nomi. Gewoon in zijn kinderstoel zit hij naast ons. Hij is ook. Ja. Dat vind ik altijd zo leuk. Hier zit je mond, hier zit je ogen. Daar zit je oren. 1, 2. Dit is je mooie kopie. Voorhoofd. Hoi, goedemorgen. We zijn al even wakker hoor. Ik ben alleen nog niet helemaal, zeg maar, toonbaar. De ochtend begon namelijk een beetje wazig, want... Weet je wat? Ik kom later terug. Als ik er beter uitzie. Het heeft even geduurd. Maar hij slaapt in zijn eigen bedje. Dus vannacht had ik dus zijn hoofd gedraaid. Om 4 uur 's nachts. Ik dacht, dit is wel een mooi moment om even zijn hoofd te draaien. En toen werd hij wakker. En toen heeft hij niet meer verder geslapen. Althans, voor de komende 1,5 uur. Alleen maar gekrijsd. Dus dat was niet zo'n goed idee, dat draaien van het hoofd. Maar ja, ik wil natuurlijk niet dat hij het plat hoofd krijgt aan 1 kant. Hij slaapt eventjes. En ik heb zowaar weer een keer een blog geschreven voor op mijn website. Dus ook dat heb ik eindelijk weer eens een keertje gedaan. Yes. Verder ben ik niet echt in de vlogmood vandaag. Dat komt denk ik omdat ik heel erg slecht geslapen heb. En heel erg veel bezig ben met Jax. En dat heb je wel. En toen knalde de batterij eruit. Maar ik wilde dus even zeggen dat dat... wel heel erg klopt met de sprongetjes. Want ik had al een keertje op Instagram gevraagd aan jullie, vinden jullie dat dat klopt? De sprongetjes app, en dat is van oei, ik groei. Deze. Bam. En hij zit nu dus weer in een nieuw sprongetje. Dan heb je dus een schema, dat werkt trouwens op de uitgerekende dag. En dan zie je dus... dat er inderdaad op dit moment echt een donderperiode aankomt. Oh no! Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het wel heel leuk om steeds te lezen waar hij nu heel veel mee bezig is en zo. Bart heeft boodschappen gedaan en kijk wat hij heeft meegenomen voor mijn afbeter. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat helpen. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag... zondag en het is moederdag. Mama is er niet. Waarom? Het is 7:15. En dat betekent dat ik ga de tafel dekken. En Bart komt zo meteen. Hij weet wat ik ga doen. We hebben gisteren samen boodschappen gedaan. Tom poesjes en zo halen voor mama. Niet zomaar. Staat op voor jou. Jij bent de liefste van de wereld. Toch? Zoiets. Weet niet. Maar weet je wat ik leuk vind? Omdat mama, die gaat nog lang niet uit bed en dan heb ik lekker langer tijd om erover te doen. Dan hoef ik niet zo te doen, oh nee, oh is nog. Morgen zijn even wat lekkere croissantjes en chocoladebrandjes maken voor ons schatje. Die mama. Net voor de 2e keer moeder is geworden. Dus het is een dubbele moederdag. Gaan we het extra verwennen. En mama, als ze gaat editen, ze gaat het doorspoelen. Oh, een luchtje.
Dat luchtje wat je bij mij altijd zo lekker vond. Ja. Oh. En dan de vrouwversie. Isimiyaki. Isimiyaki. En de Odyssey. Isimiyaki. Oh, mag ik dat eens? Oh, die is lekker. Mag ik dat jou raken? Ja, die is vet lekker. We zijn weer onder de way naar winkels. Want Bart heeft eens een keer wat kleding nodig. Dit keer gaan we niet kijken voor mij en Jol. Dat hebben we de vorige keer al genoeg gedaan. Maar echt, Bart die loopt er af en toe bij. Yep. Nee, maar Bart die vindt heel vaak dingen gewoon echt die hip zijn. Die ik heel leuk vind. En ik vind ze niet leuk per se omdat ze hip zijn. Maar omdat ik het gewoon, dat is gewoon mijn stijl. Ik vind sowieso echt een beetje die 80's dingen en zo die nu weer heel erg terug zijn. Vind ik heel vet. Retro, ja inderdaad. Jola weet het ook heel goed. Goed zo, joh. Maar Bart, die vindt dat helemaal niks. Die is wat meer... die outfits voor jou? Nee, niet altijd, nee. Die flower power dingen. Zoals jij die. Hippie dingen. Sicking. Ik hou meer van die pittige dingen een beetje. Gewoon zoals je... Sexy dingen. Die ik niet meer aan kan nu. Voorlopig. Ja. Gewoon wat je naar festivals aan had of zo. Ja. Bart, ik ben moeder van twee kinderen. Ja, dus? Ja, nou dus dan ga je niet meer in van die hotpants nee, lopen waar je bil half uitpijlt. Ik lijkt een bloemetje aan het trekken of zo. Nou, waarom niet? Het is super skinny. Een meetrekken. Het zit wel echt heel lekker hoor. Ja? Vind je hem maar. Ik vind het wel leuk. Ik heb straks een kaartje getraind. Maar denk wel even aan je schoenen. Doe anders even erbij aan je schoenen. Doe mij een toppertje en een briezer ananas. Doe er ook maar een flamingootje bij. Nee, die vind ik niet zo. Too much. Die rode vind ik ook nog wel leuk. Ik heb ook rode. Dan hebben we samen rode. Dat zijn matchy. Ja, witte. Jeetje, nou. Ja, rood. Dit shirt, dat is leuk. Ik heb dit shirt van de mannenafdeling van de Sting. Leuk hè, tientje. Heel leuk. En dan moet je eigenlijk nog even van die speciale sokjes. Van die hele lage die ik ook heb. En dan kan je die een beetje oprollen. Tud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 
Ja, vet Bart. Wauw. Heel mooi, joh. Wat is dat toch met mannen en tv's? Altijd moet er overal naar tv's gekeken worden. Ja, fantastisch, schat. Zoiets hebben we toch. Jola die zou nog steeds een laptop krijgen voor de verjaardag. Roos, dankjewel. Dankjewel. Oh, lief. Oh yeah, hartjes bril. Tijd voor een vitaaltje. Kijk eens wat Joltje heeft gehad. Nog voor de verjaardag. Een map. Maar wat gaat er in die map? Wow, hij is wel heel mooi. Ja. Vind je hem nog mooier dan die witte die we net zagen? Lenouf, dit is de agenda. Het is weer avond, uurtje of 9. En dan heeft Jax altijd een beetje een moeilijk uurtje tot 10 uur. Dat is een beetje zijn rampenkrampen uurtje. Maar kom wel goed hoor. Hè? Ja. Even lekker bij komen zo, hè. Jo. Ligt dit lekker zo? Oh, poepie, poepie. Zo gaat het weer heel eventjes. In ieder geval, ik heb een keelpastier, want ik heb ook nog gezwet keelpijn. Ik ken er ook nog wel bij. In ieder geval, ik ga verder met de was opvouwen. Daar was ik mee bezig. Ja, was daar. En daar ligt nog een bergje. Dus, nou, dat was het voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer als je er nog niet bent. Dat is gratis. Mocht je dat nog niet weten. En voor de anderen die allemaal gezellig weer meekijken. Tot maandag dan maar weer. Doei doei. En bedankt voor het kijken voor deze vlog. Doei. Rock
Enjoy.